Messi schiet hem op de paal. Oh, jammer! Nee. Oh, nee. Mijn god, dat is ziek geweest. Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik weer lekker Rocket League doen en ik ben niet alleen vandaag, ik ben hier samen met Mike. En in mijn ogen is dat toch wel een beetje de beste keeper die ik in ieder geval ken op Rocket League. Hij kan echt super goede aerials en het is echt super moeilijk om met Mike te scoren. Dus Mike, ik denk echt dat het vandaag een eitje gaat worden, jongen, met z'n tweeën. Denk je niet? De druk ligt nu hoog. Ja, ik wil net zeggen, dan moet je het wel waarmaken natuurlijk. Nee, maar echt serieus. Wij doen echt heel veel private matches natuurlijk. Ook gewoon lekker tegen elkaar spelen we dan. En ja, Mike is dan gewoon altijd echt het keeper king. Het is gewoon echt lastig om met Mike te scoren. Maar goed, nou gaan we het natuurlijk even waarmaken. Dus we gaan een potje zoeken. We zien jullie zo terug wanneer we in een potje zitten. Tot zo. Oké, beste kijkers, zoals jullie kunnen zien, zitten we in een potje. En Mike, we gaan keihard ownen. Ik ga op die bal. Oké, let's fucking go. Boom. Hupsakee. Wel een kompotje. Ja, dat is zeker waar. Nou, we hebben vandaag natuurlijk al eventjes... Ik zei één kompotje. All planned. Kijk, als je nou scoor ook ik hem gewoon. Oh, wauw. Ja, okay. Kijk, all planned. Nou, zeker. Ik zat dus vet te vertellen dat Mike beste keeper is en zo. En schiet hier bijna in eigen doel. Maar je hebt het goed opgelost. Dat dan weer wel. Hè? Ja. Oké, nou, we staan 1-0 voor. Heel raar dit. Maar goed, zo kan het ook gaan. Ik ga wel op de bal, Mike. Ja. Ga jij maar op de hoek. Nou, dit ging lekker. Ja, dat was een beetje... Kak. Jij. Oké. Nou, geef me die super boost is. Fucking hell. Weer geen boost. Hier, nu kan ik er helemaal niks mee. Ja, geef hem vol. Ik ga mijn best doen. Komt ie aan. Een doelpunt kan natuurlijk ook. Ja, hè? Dat, kijk. Dat kan toch wel. Mike, weet je nog, allereerst is ik had gewoon 0 boost. En ik kan hem alsnog scoren. Nou, kijk, dat is wel voor mooi, hè? Zo. Dat is wel mooi. Huppakee, en nog een keer. Het mooiste is nog dat we tegen een veteraan zitten. Serieus? Serieus? Ja. Ik wil dat zeggen eigenlijk. Are you serious? Maar het werd serieus. Nou is die 100% boost toch wel echt een keertje weer voor mij. Hè. Godzie. Fucking dikkie. Ja. Is deze bal ook voor jou? Oh, nee, die was niet voor mij. Maar deze is voor jou. Ja. Wat zijn dit voor tegenstanders, zeg? Het is super easy, man. Nou ja, oké. Weet je? Het wordt ons echt in de schoot geworpen. We staan echt super easy met 3-0 voor. Mike heeft nog niet eens kunnen laten zien wat hij allemaal kan. Want, nou, bijna een eigen doelpunt maken. Ja, dat heb je kunnen. Dat heb je inderdaad laten zien hoe dat moet. Oh, fuck. Oh, ik dacht even dat hij hem ging hitten. Maar ja, waarom ga ik er ook vanuit als we zo makkelijk 3-0 voor staan, hè? Oh. There we go. There we fuck. Nee! Wauw! Jezus, hé. Dit is... Nou, dames en heren, echt waar. We zijn allebei best wel een hoog niveau. Vooral Mike. Dus Mike en ik dachten ook echt van... Nou, we worden ook wel een beetje tegen goede tegenstanders gezet. Toch? En wat gebeurt er? We komen echt tegen pure crap. En het is ook nog eens een veteraan. Als deze ook hoger zijn dan mij, dan neem ik dit spel niet meer serieus. Dan ik. Ja. Dat... Grapje, ik ga geen grammar nazi zijn in mijn opnames. Ik doe het altijd, grammar nazi'en. Oftewel, gewoon iedereen verbeteren en zo. Maar ik denk dat de enige manier is waarop ik niet ga doen in de opnames. Oh shit, hij gaat naar ons doel toe. Daar komt nooit bij. Ze missen toch. Pakken we gewoon even 100% boost. Oh, oké. Nou, dat was dus de redding 1 van Mike. Oh shit, hoe kon ik die hebben? What the fuck? Let's go. Even kijken, 100% boost? Nee, natuurlijk niet. Nou, dan scoren we hem maar gewoon, hè. Hier, kijk eens aan. Oh, shit. Oké, ik beukte hem gewoon vol tegen de zijkant, dat kan ook. Mijn boost, motherfucker. Oh, bedankt. Boom! Hoppakee. Andere kant op met die bal. Oh, deze komt god. Echt... Heel... Oh! Oh, mijn god, je raakte hem wel, maar echt. Wat is dit dan? Ik raak hem gewoon en dan gaat het gewoon achteruit, kijk dit. Jezus, oh man, knap dat je hem raakt hoor, hè. Maar dan is het echt weer super lelijk hè, dat er alsnog weer in moet gaan. Het is ook echt weer typisch Rocket League. Oké, raken die bal, heel goed. Gaan we even die 100% boost pakken en dan gaan we hem even voorgeven op Mike. Kijk eens aan. Oh ja. Nee. Oh, wauw, hij maakt hem kapot. Dit.
Dit is natuurlijk hartstikke mooi. Lekker, Mike. Lekker, lekker, lekker. Je zag ook gewoon al dat je die ging pakken. Oh, ga jij maar. Gaan. Gaan. Oh, fuck. Hij blokt hem. Die heb ik. Kijk, die gaat tegen de muur. Zo, just like that. Komt hij naar jou toe. Jij schiet hem naar voren. Inderdaad. Alles gaat volgens plan. En dan komt er nu geen voorzet. Dat en dus ook geen doelpunt. Dat is jammer. Oh, shit. Dat was ik. Ga via de muur er naartoe rijden. Huppakee, rustig aan. Oh, wat vies. Nee, dit mag er niet in. Oh, mijn god. Oh, shit. Daar miste ik de bal. Mike, is die voor jou? Ja, hè? Top. Oh. Hoe de fuck werd je nou gebeukt? Ja, ik landde op jou. Ah, oké. Okay. Ja, het zag er ook echt heel raar uit, gewoon. Oké. Okay. Boom. Huppakee, die kant op met de bal. Zo, en scoren. Wat? Nah, op de lat, hé. Het was ook gewoon een schot op doel. Het kwam ook gewoon in beeld. Nu zit hij erin. Oh, nu zit hij er weer niet in. Was weer een schot op doel, maar weer oh, zit hij er niet wat in. Een... Het is ongelooflijk, dit. Is die voor jou? Ja, nice. Oh, shit. Kut. Oh, kut. Oh, klote. Nee! Fuck no! Oh my god. Oh, jammer, jammer. Is dat wel in de buurt? Ik moest ook weer helemaal schuin boosten. Het ging weer helemaal kak. Nou, dat is ook gewoon echt moeilijk, gast. Boom. Let's fucking go. Let's fucking go. We staan nu wel 4-2. We stonden 4-0 voor. Het is weer even tijd voor een doelpuntje. Vind je niet? Het is weer even tijd voor een... Oh. Wat? Boom. Zijkantje. Oh. Nou, die komt naar jou toe, Mike. Lekker, lekker, lekker. Nog een keer. Holy shit, dat was sick. Boom. Via de muur en scoren. Miss hem. Oh, nee. Jammer. Shit. Hij komt terug via de muur. Oh fuck. Oh mijn god, hij destrooit me gewoon weer. Zal de tweede keer dit potje, dames en heren, kapot wordt gemaakt door deze gast. Jezus, man. Ik heb geen boost meer. Nou, ik wel. Ik heb 100%. Oh. Die komt hier naartoe. Maar daar sta ik. Dus dat is helemaal geen probleem. Komt ie? Ja. Voorzetje, Mike. Komt ie aan. Oh, die was te hard, nee. Hè? Ah, sorry. Ja, die was te hard. Kut. Boom. Oh, fuck. Lekker, lekker, lekker. Waarom gaat die? Oh, wat vreselijk. Oh, mijn god. Messi! Schiet hem op de paal. Oh, nee. Oh, mijn god, dat is ziek geweest. Dames en heren, jullie zagen sowieso de aerial. Oké, ik ben een sterretje. Die over mij vloog. Ik ben gepromoot. Wat? Oké, wacht, dat wil ik al voor beeld hebben. Oh, ik zie het. Wow, ziek, man. Kijk hoe hoog ze gerankt waren. En we hebben ze gewoon echt ingemaakt. Maar in ieder geval, dames en heren, we gaan nu naar potje nummer 2. En we zien jullie zo terug wanneer we erin zitten. Tot zo. Oké, okay, dames en heren, we zitten in potje nummer 2 en we gaan weer keihard ownen. We gaan ze echt weer keihard ownen. Boom, of vol op de bal. Helaas, hij gaat wel de goede kant op, maar niet gelijk op doel. Komt hij aan, Mike. Die is voor jou. Boom. Juist. Fuck die shit, is man. Voor mij. Laters, uitverdedigd. Mike, kan je hem voorgeven? Ik zal mijn best doen. Oh, jammer. Dat was helaas niet genoeg. Huppakee! Ofwel, die zit! Ja! Huppakee! Kabam! 1-0 staat het, dames en heren. Hier wacht ik gewoon echt mijn kans schoon. Ik zat gewoon te wachten van, hey, wanneer kan ik wat doen met die bal? En dat moment was daar. Huppakee! In de hoek. There we go. We staan alweer 1-0 voor, Mike. Ik ga er weer op. Ja, Rob. Ja. Ja. Let's fucking go. Oh, eentje staat die, gewoon stil. Die komt gewoon op zijn hoofd, op zijn snuffert. Oh, lekker, lekker, lekker. Staat hij nog steeds stil? Die is voor mij. Laat met die bal. Ik kan het niet zien. Want... hij staat nog steeds stil. Wauw. Dus makkelijk potje worden. Ja hoor, jezus hé, hoe je die afmaakt. Oh, hij is weg. Oh, dit wordt zo'n saai potje.
Laat hem alsjeblieft ook lieve gast. Dit maakt hij trouwens echt super knap af, hé, Mike. Echt serieus, holy shit. Massive shit. Maar, ja, inderdaad. Leef. Ja, goed dat je dat inderdaad eventjes doet. Want dit is gewoon echt super hinderlijk. Wow. En dames en heren, mochten we nou zien dat hij niet gaat leven, dan zou ik inderdaad nu gewoon een knip gooien. En dan, ja, hè, dan is het jammer. Ja, ik ga sowieso wel verknippen, want er kan sowieso niemand meer bij joinen. Dus we zien jullie zo terug wanneer we weer in een nieuw potje zitten. En wel gewoon weer tegen twee mensen. Tot zo. Oké, beste kijkers, we zitten dus in een nieuw potje. En ja, we hadden vorig potje echt dik, maar dan ook echt... Oh, shit, die ging gelijk bijna op doel. Ja, die gewoon echt kei dik gewonnen. Dus ja, we gaan gewoon verder. Mike, probeer even die bal... Oh, wacht, die is wel voor mij. Oh, mijn god. Boom. Huppakee. En dan gaan we nog een keer. Maar goed, vorig potje hadden we dus kei dik gewonnen, dames en heren. Omdat ja, er dus gewoon één tegenstander was geliefd en het daardoor veel te easy was. En daarom heb ik hem ook geknipt, want dat was heel saai om naar te kijken hoe we die mens, of hoe we hem in zijn eentje konden verslaan. Dat was niet echt heel boeiend ofzo. Oh, shit. Is die voor jou? Ja, nice. Die is voor jou. Super tof. Nee. Yep, die is voor mij. Boom. Die is ook voor mij. Die is voor hem. Oh mijn god. Nou, dames en heren. Mike heeft zojuist even gedemonstreerd waarom ik hem de beste keeper vind. Die ik ken, in ieder geval. Holy fucking shit, Mike. Wat was dat een zieke save. Die ga ik even voor je afmaken, oké? Oké, laat nee, maar. Nee, maat. Hij blokte hem heel nice. Holy shit. Oké, komt hij aan? Nee. Oh, wat chic. Omhaal, huppakee. There you fucking go. Lekker. Hoe die daar kreeg, zeg. Go on. Ah, shit. Crap. Ja, die is voor jou, Mike. Even maar flink. Ja, gebruik. Nee, want hij komt al. Oh, shit. Oké, ik pak het doel wel. Oh, mijn god, dat ik die gesaved. Oh, shit, die gaat heel erg omhoog. Is die voor jou? Nice, man. Nice. Nou, dames en heren, je kan in ieder geval wel merken... We staan nu 1-0 voor. Okay. Lekker, Mike. Goed doelpuntje. Je kan in ieder geval wel merken dat dit potje in ieder geval een stuk moeilijker is om te winnen. Het wordt ons echt een stuk moeilijker gemaakt. Dus dat is al in ieder geval al beter. En laten we hopen dat ze nu niet gaan lieven. Of dat er één tegenstander gaat lieven. Want dan kunnen we weer een knip erin gooien. Ja, ik ga erop. Let's go. Three boom. Eerste aanraking. Nee. Ja, die kon je niet hebben. Die kon je niet hebben, gast. Hoe schoot hij die zo ziek op doel? Even no joke. Hoe kan dit? Gewoon snel. Wow, man. Zo, wat een goal, hè, dames en heren. Dat is echt niet normaal. Wow, yo. Ik ga de bal op, ja? Let's go. Nee, hij mag hem niet schieten. Ja, ik had geen boost, dus ik kon niet er naartoe boosten om hem snel nog even te mooi schieten. Niet. Doe normaal. Wow. Helaas. Hij tikt hem naar me toe. Hij haakte me en daardoor ging die kant op en dat wou ik helemaal niet. Oh, jammer. Oh shit, hé. Hey. We staan 2-1 achter, okay. Dames en heren. Dat gaat, ja, we gaan nog winnen, maar kom op. Ga mooi niet voetballen. Inderdaad. Oh shit, die bal gaat heel hoog. Holy fucking shit. En hij probeert hem met die bal te pakken. Maar dat lukt hem niet. Oh nee, als ik die had geraakt, hè, dan ging hij gewoon op doel. Shit. Nice, komt hij aan. Als jij hem niet hebt, heb ik hem. Oké, misschien is dat niet helemaal waar, want hij komt heel ver achter me. Nee, niet zo. Het was ook zo oneerlijk, want ik kon niet... Kijk, hier. Ik kon die bal gewoon niet aerialen. Want ik daar was hij... Hij ging perfect achter terecht. Ja, het was echt lelijk. Nou, het kan nog steeds. Alles is mogelijk in Rocket Tuurlijk. League. Met Alex heb ik in vorige Rocket League episode 3-0 achtergestaan. Roy, en toen alsnog met 12-3. Oh, lekker. Dus alles is mogelijk, inderdaad. Huppakee, dat was even een aerial. Oh fuck, die schoot je tegen mij aan. Hoe de fuck komt dat dan? Lekker Mike, lekker. Deze score ik. Let op via de muur. Had hij omhoog. Boom, let's go. There you fucking lekker. Go. Oké, nog één doelpunt te gaan, dames en heren. Staan we weer gelijk. Oh fuck, het is echt super spannend. Dit was echt netch.
Hoppakee, tegen de muur. Ik had eigenlijk verwacht dat hij omhoog zou stuiteren, maar dat deed hij niet. Maar ja, dat is nog een doelpunt, dus dat is helemaal geen probleem. We gaan door. Ik ga erop, Mike. Ja. Let's go. Boom, boom, en go. Oh, shit, nog een keer go. Nee, fuck. Oké. Mike, is die voor jou? Dan neem ik je doel even over. Oh, super nice, gast. Komt wel alsnog deze kant op, maar daar sta ik. Hoppakee, there you go. Oh, je raakte verkeerd. Oh mijn god. Een eigen doel, want ja, dat is natuurlijk wel heel handig om te doen, hè, in zo'n potje. Ja, dat is Superman. Ik dacht echt van, nee, kut, Mike, wat doe je nou? Die gaat vet hard naast. En toen, in één keer was het zo van, ups, ik neem die bal wel even mee en ik score hem wel eventjes. Oh, dat is goed. Raak hem alsjeblieft. Je hebt tijd. Ik heb geen boost, dat is het punt. Oké, nu heb ik wel weer boost, 100%. Nee, alles beukt elkaar. What the fuck? Ze gaan er gewoon allebei niet op af. Oh, dit wordt de Forset of Dreams. Ja. Boom. Heb je hem? There we go. Lekker. Oh mijn god, wat een goal nou is nu. Holy shit. Check dit. Holy shit. Boom. There you go. Oh mijn god, dames en heren, wat een potje. Ga jij? Ja, ik ga erop. We stonden 3-1 achter en nu staan we 4-3 voor. Nou, echt ongelooflijk. Even snel nog omdraaien. Oh, super nice, Mike. Super, super, super nice. Ik ga snel die 100% boost halen. Dat hebben we wel nodig. Hebben. Oh, dit ging helemaal kak. Oh mijn god, hoe raakte hij hem nog eerder? Mike, heb je die? Natuurlijk heeft Mike die. Oh, kan dit nou? Waarom gaat die bal naar daar naartoe? Oh mijn god, nee, dit gaat niet gebeuren, man. Kom op. 4-4, we gaan het niet tot die verlenging laten komen. We gaan het nu gewoon finishen. It's done right now, oké? Mooi, ik heb eerst de aanraking door. Yes! Oh, mijn god, zeg. Raak hem alsjeblieft. Holy shit. Ja, lekker. Ups, hij is gesloopt. Hij is gelijk. Ik heb Dark destroyed. Oh fuck, die komt perfect. Nee, doe dit nou niet. Nee! Oh god, hij miste hem ook. Ja, ik wil dat zeggen. Wacht, die is voor mij. Kan jij hem? Oh, lekker. Ja, gaan. Oh shit. Gaan. Als je voor kan geven, zou ik dat waarderen. Oh nee, ik miste hem net. Dit waardeer ik wat minder. Yes! Lekker, Mike! Holy shit! Kom op. In die laatste 10 seconden. Het gaat gebeuren. Nee, fuck! Oké, de verlenging. Oké, dames en heren, super spannend. Mike, jij erop. Oh mijn god. Yes! Oké, nice. Nee! Holy shit. Nee. Mike, zeg maar alsjeblieft dat je dit hebt. Alsjeblieft. Deze? Yes, ik heb hem. Oh mijn god. Jij? Yes, die heb ik ook. Nee. Op boten! Hij gaat over. Nee! No. Je zag het gewoon gebeuren, dit. Je zag het gewoon gebeuren. Viel niks tegen te doen. Oh, ja, op niveau deze zijn. Ja, ze zijn super hoog waarschijnlijk, mijn gast. Dat kan toch niet anders? Nee. Oh, het valt wel mee. Nou, in ieder geval, dames en heren, we gaan nog één potje doen. Want we gaan het wel winnend afsluiten. Dus we zien jullie zo terug wanneer we in het derde en ook laatste potje zitten. Tot zo. Oké, beste kijkers, we zitten in het vierde en laatste potje. Ik zei het net fout, we hebben eigenlijk al 4 potjes gespeeld. Maar dat ene potje telde ik niet echt mee. Omdat we daar, ja, dus zo easy konden winnen. Omdat er maar 1 speler nog maar in zat. Maar goed, Mike, het is nu even tijd om te winnen. Want het vorige potje hebben we super lelijk verloren. En dat is niet de bedoeling, hè? Dat is niet onze gang van zaken. Jij erop. Yep. Zeker niet. Boom, kijk eens. Een aerial met deze eventjes net niet. Maar dat gaat helemaal goed komen. Oh shit.
Boom, weg ermee. Oh fuck, die gaat er waarschijnlijk in. Oh, gelukkig. Holy fucking shit. Roy. Ja, ik viel niks meer tegen te doen. Shit, man. Hoe kan die nou... Kijk, ik was gewoon even boost halen. Ik wilde snel die boost hebben en toen kwam die in één keer onze kant op. Het was zo lelijk. En dat hij hem toen ook nog eens zo raakte. Oh, fuck, man. We staan nu al achter. Oké, ik ga er weer op. Ja, erop. Ja, ik ga erop. Het niveau ligt in ieder geval echt een stuk hoger dan in vorige episode. Maar ja, toen speelde ik ook met Alex. En dan heb je ook wat slechtere tegenstanders. Wat is dit voor een bal? Netjes, man, dat je die had. Wou het nou een keer. Oh, man. Oké, mooi. Lekker, Mike. Lekker. Bouw het nou een keer op met die bal. Oh, mijn god. Ga jij erop? Oh, shit. Ik heb drempel. Ik heb drempel. Oh, nice. Lekker, je hebt hem. Oh, jammer. Ik zag wat je probeerde. Heb ik. Lekker. Deze aerial ik. Bed. Oh, fuck, man. Oh. Ging te veel naar achteren. Pas deze mensen werken me op mijn zenuwen. Ja, deze mensen zijn echt goed, hé. Ze zijn irritant. Ja, zo kan ik een kom op. Zeggen. Kom ja, op. Die zit erin. Lekker, Mike. Lekker. Die hebben we even nodig. 1-1, dames en heren. En we zijn weer helemaal back in game, Mike. Of niet dan? We zijn er helemaal terug erin. Afstandsshotten. Holy shit. Oké, ik ga er wel op, ja? Blijf er maar achter. Ja, is goed. We moeten nu geen risico's nemen. Deze mensen kunnen er wat van. Oh, shit. Kut, die boost heb jij al gepakt. Fuck. Nu zit ik zonder boost. Oké, ik heb alsnog een boost, dus dat is helemaal geen probleem. Gast, blokkeer me alsjeblieft niet zo. Ja, nou blokkeer ik jou, dikke lul. Check dit. Mike, check hoe ik heb gescoord. Check hoe ik heb gescoord. Ja, kijk hoe ik werd geblokkeerd op de muur, hè. Check dit. Vlieg gewoon overheen. Joep, laters. Holy shit. And that's the goal. Oké, Mike, jij erop. Ik ga boost pakken. Oeps. There we go. Nee, ik heb die boost. Hoe raakte ik die bal niet? Boom, weg met die bal. Lekker. Wil jij hem raken? Nee, fuck. Lukte net niet. Die is voor jou, Mike. I got this. Gaan. Hij komt voor het doel. Ja, die komt er niet ver genoeg. Oh, shit, inderdaad. Kut. Heb jij die, Mike? Super nice. Oh, auto via de muur. Heel erg nice. Zag je dat, Mike? Die hat was echt een wonder. Holy shit. Boom, die is voor mij. Scoren, man, eens even. Ja, dat gaat gebeuren. Boom. Are you kidding me? Holy fucking shit. Are you fucking kidding me? Boom. Nee. Fuck. Fuck. Oké. Hoe de fuck? Kan jij zo... Oké, nou laat maar even zien. Nou ja, dat is wel mogelijk om te houden natuurlijk. Oké, ja, daar kon je ook helemaal niks aan doen hoor, Mike. Holy shit, hoe de fuck scoort hij dat, gast? Onderkant lat, binnenkant paal ging het erin. Nou, dan ga ik me ook maar even iets onmogelijks doen, oké? Hier, hoppakee. Nee. Zeker niet. Ga jij of ik? Jij gaat. Boom. Oh, staat er nog een achter. Kaksoei. Ik heb hem. Ik raak hem alleen niet heel hard, maar ik raakte hem. That's all that matters. Oké, nice. Holy shit. Ja, dit was een hele goede touch. Want kijk eens wat we nu kunnen doen. Nu gaat die bal voor het doel. En die gaan we scoren. Kijk eens even aan. Oh, jammer. Fuck. Blokte die goed. Oké, ik ga even een nieuwe boost halen. Ik heb vol boost. Heb je die, Mike? Oh mijn god, wat een redding, gast. Holy shit. Tuurlijk. Holy fucking shit. Ja, oké. Die gaat de andere kant op. Oh, ja. Lekker. Juist. Lekker, Mike. Lekker. Yes. 3-2 voor, dames en heren, met nog 1 minuut op het scorebord. Dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat meer dan goed komen, dames en heren. Holy fucking shit, wat is deze game spannend. Echt waar, serieus. Ik heb helemaal zweet. Zeg dat nou niet te snel.
Jij erop. Oh mijn god, ja, ik ga erop, ik ga erop. Boom. Nee, ophouden, raak hem alsjeblieft. Oh. Holy shit. Ik had die 100% boost, ben ik zo blij dat ik die had, hè. Anders had ik het gewoon echt niet gered. Ah, laat ze zelf maar even kutten. Juist, inderdaad. Ja, ik moest even die 100% boost hebben, die heb ik. Ah, laat ze zelf maar even kutten, joh. Komt-ie, Mike, komt-ie. Ja, but I'm not there yet. Ja, nu sta ik omgekeerd om terug te gaan. Nou, ik moest hem wel even... Zo, ik vlieg naar de andere kant van de map. Mooi. Komt hier. Ja, dit is echt een poep voorzet, trouwens. Oh. Ja, zolang we die bal hier houden, winnen we. Of gewoon het doelpunt maken. Oh, shit. Ging er echt gewoon net niet in. Ja, we hebben gewonnen, Mike. We hebben gewonnen. Oh. Ja, we hebben gewonnen. Lekker. En dat betekent dat we deze episode winnend hebben afgesloten. Hopelijk vond je het een leuke episode, want de video zit er nu op. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Zet dan even een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Laat even in de reacties weten wat je ervan vond dat ik nu even lekker een videootje weer deed. Samen met Mike, een van mijn beste vrienden. Ook in real life. Niet alleen op de Xbox. En dan wil ik je allemaal heel erg bedanken voor nogmaals voor het kijken. Volg me even op Instagram. Linkje staat in de beschrijving. @royalistic. En Twitter ook @royalistic. En dan check ik jullie weer in de volgende video. Peace!